Rune Klabots, dag Rune, vraagt, heb je ooit blokjes gehad? Ja, ik heb zelfs 5,5 jaar blokjes gehad. Van het zesde studiejaar, eind het zesde studiejaar, tot het zesde middelbaar. Dus dat was wel fel. Ik vond het echt ambetant. En mijn orthodont zei altijd, volgende maand mogen ze eraf. Volgende maand mogen ze eraf. En dan kwam ik en dan, ja, nog een maand. Volgende maand mogen ze eraf. En ondertussen waren we zo al 5 jaar verder. Hè. Dus het was gewoon geldklopperij. Want, maar ja, mijn tanden stonden niet echt heel scheef. Maar nu ben ik natuurlijk wel heel blij. Ik hou wel van mijn tanden. Dat is raar om te zeggen, maar ik ben gewoon blij met mijn tanden. Dan vraagt iemand, heb je al een nieuw lief? Nee, ik heb geen nieuw lief. En als dat is, dan denk ik ook dat ik dat wel even privé zou houden. En ja, niet direct mijn nieuw lief zo op YouTube smijten van, hey hier, camera in your face, zeg iets tegen volgers. Nee, ik denk dat dat dan rustig aan opgebouwd moet worden. Maar als het zo gaat zijn, dan zullen jullie het sowieso wel zien. Dan vraagt nog iemand, hoe groot zijn jullie? Ik weet niet wat ze met jullie bedoelt, maar ik gok, Celine en ik. Ik ben 1,75 meter, Celine is 1,74 meter. Of ben ik nu 1,74 meter en Celine 1,73 meter? Alleszins één van de twee. Ik ben 1 centimeter groter als Celine. Haha. Daar ging de camera. Sorry, hij stond vol. Waar zat ik? Ik weet het al niet meer. Waar zie ik mezelf binnen 5 jaar? Niet meer hier, hopelijk. Houd vasthouden, weer. Want dat zou erg zijn. Binnen 5 jaar. Ik denk ergens in een huis in de buurt van mijn ouders. Ergens Hasselt. Tussen Hasselt en Beringen alleszins. Met een man. Een man van mijn leven. En ik wil ook getrouwd zijn binnen 5 jaar. Binnen 5 jaar ben ik 31. En misschien toch al 1 kindje of zwanger. Dat kan ook. Ik wil toch rond mijn 30ste, denk ik, een kindje. Dan vraagt Evelien, waar ga je wonen binnenkort? Ja, zoals ik zei, ik gok ergens in Hasselt of in Beringen. Dus dat zullen we nog zien. Emily zegt, love you too, Emily. Iemand zegt, Tisha VH. Als je in de tijd terug kon reizen naar toen je 10 jaar was, welk advies zou je jezelf geven? Ik hou van jullie pagina's. Oh, dankjewel. Super lief. Ik zou zeggen van niet te goed gelovig te zijn aan andere mensen. Vooral op mezelf te rekenen en te luisteren naar de mensen die het dichtst bij mij staan. Margot Gellissen vraagt, ben je nog met Geert bevriend? Ja, zoiets. We zien elkaar omdat we samen wonen, dus dat moet wel. Ja, laat ons zeggen dat we nog gewoon met elkaar kunnen opschieten voor de dingen die nodig zijn. Want het is niet dat Geert en ik samen leuke dingen gaan doen of als vrienden iets gaan doen. En ik denk ook niet dat dat er ooit zal inzitten. Langs mijn kant, langs beide kanten, dat weet ik niet. Michelle VDB vraagt, op een schaal van 1 tot 10, hoe lekker waren mijn vegan truffels? Die waren echt heel lekker. Michelle is ons toen eens truffels komen brengen in Plei Publiek, toen we een kleding sale hadden eigenlijk. En ze had vegan, glutenvrije, lactosevrije truffels, zo van die chocolade dingen, hè, truffels, gemaakt. Die waren zo goed. Ik weet nog dat het daar zo warm was. En dat dat pakje zelfs gesmolten was. Er zaten er nog een paar in. En ik dat echt met de lepel heb uitgegeten. Yep, zo lekker waren ze. Jana W. vraagt, welke landen of plaatsen zou je nog willen bezoeken? Love you. Love you too. Ik zou heel graag
Bora Bora willen bezoeken. Australië, vooral de Gold Coast wil ik wel eens zien. Bali, want Celine is altijd maar over Bali bezig. En ik ben er nog nooit geweest, dus daar zou ik ook wel eens naartoe willen gaan. Thailand zou ik wel eens willen doen. Japan zou ik wel eens willen doen. Eigenlijk, waar wil ik niet naartoe? Ik wil overal wel naartoe. Behalve zo gevaarlijke landen, daar wil ik niet naartoe. Jolien de Bing vraagt guilty pleasure. Wat is mijn guilty pleasure? Ik weet eigenlijk niet. Ik weet eigenlijk echt niet. Heb ik een guilty pleasure? Ja, misschien. Ik ga heel graag zo in bad en dan kijk ik naar The Middle. Iedereen vindt The Middle heel slecht. Ik vind dat heel goed, dat is echt mijn guilty pleasure. Of zo dingen kijken als de Kardashians of zo, daar kan ik ook wel van genieten. Wat is mijn lievelingsliedje, groep of zanger of zangeres op het moment? Vraagt Gwen Wouters. Ik ga eens kijken in mijn playlist. Ik denk dat mijn favoriet momenteel is Dusk Till Dawn. Dusk Till Dawn van Zayn en Sia. Voor wie dat niet kent, ik zal een heel klein stukje afspelen. Moet ik doorspoelen. Dat dus. Nog een goed vind ik, maar ik denk dat dat wel al wat ouder is. Vier keer duurder was van SBMG en Lil Kleine. En misschien ook Oeloulou van Daps, maar dat is Frans. Vind ik ook wel goed. En dan nog één, dat ken ik via Nick en Celine. Cross My Mind van Arizona, vind ik ook wel goed. Vind ik wel heel mooi. Mijn echte lievelingszanger of zangeres heb ik niet. Als ik een all-time favorite moet zeggen, misschien KDB. Maar dat is het. Oké, dan vraagt Stijn Mon, hoe werkt 2-for-1 eigenlijk? Ah wel, hè. Je gaat dus naar de site van 2-for-1. Daar staan allemaal restaurants of wellnessen op. En dan kies je er een. Bijvoorbeeld, je wilt graag... Ik ga trouwens straks bij El Bocado en Hasselt eten. Dus stel je wilt bij El Bocado en Hasselt, een tapasrestaurant. Dan kun je eigenlijk reserveren. Dus voor 2 of voor 4 of voor 6. Of, dat kies je. Dus stel je gaat met 2. Je reserveert op die site. En dan kun je een menu eten. Dat is altijd super lekker. En dat is eigenlijk dan de prijs voor 1 persoon. Maar je kunt met 2 gaan. Dus je betaalt eigenlijk gewoon de helft. Dus stel je gaat met 2. Ik en Celine gaan samen. Dan gaan we eten. En Celine moet bijvoorbeeld niet betalen. Maar wij delen die prijs dan door ons 2. Dus dat is kei cheap. Dus zo werkt dat ook met wellness. Soms krijg je korting op een wellness. En vaak is het ook met 2 naar de wellness voor de prijs van 1. Dus ideaal. Daarom doen wij eigenlijk altijd via 2-for-1. Ik ga eigenlijk niet meer eten zonder dat ik dat gebruik. Of naar de wellness. Ik gebruik dat eigenlijk altijd. Ja, een beetje pinnig, hè. Nee, maar waarom zou je dat niet doen? Allee, dat is kei handig. Je krijgt er echt kei veel eten, kei lekker eten en zo. En nog voor de prijs van 1 persoon, dus dat is ideaal. Oké, ik zie een paar dezelfde vragen terugkomen. Nora X Maas vraagt, hoe ziet jouw perfecte dag eruit? Op welke datum, welk weer en met wie ben je op stap? Goh, ik denk in de zomer. 'S Ochtends, eerst gaan ontbijten. Ergens. Met een vriendin. Pak dat ik dan met Freya ga ontbijten. Een vriendin, hè? Een van mijn beste vriendinnen.
Dan ga ik shoppen met Céline, want Céline kan goed shoppen en vindt altijd goede kleren voor mij ook. Dan ga ik lunchen met de meisjes van Pew Pew. En ja, Céline natuurlijk ook, want dat is mijn aanhangsel. Of ik ben haar aanhangsel. Dan zou ik na de middag wel willen gaan zonnen, als het goed weer is. Zoiets. En s'avonds misschien op stap gaan. Dus Saarplein, koestalken doen. Dat is altijd goed, hè, Freya? En zoiets. Ik weet niet. Ik heb niet veel nodig. Gewoon. Iets gewoon. Fijn. Of wat ook wel fijn kan zijn, is met iemand waar ik heel veel van zou houden. In de zetel een filmpje kijken. Als het hele dag regent en koud is. Of in bed de hele dag Netflix kijken en eten bestellen online, het liefst sushi. Daar zou ik ook wel van kunnen genieten. Dan vraagt Camille Piron, waar heb je het meeste spijt van? Ik weet niet. Ik denk eigenlijk echt spijt van niks. Je leert overal wel iets uit. Natuurlijk heb ik wel spijt van dingen. Nu ook met mijn stuk gelopen relatie. Dan denk ik ook, ja, waarom ben ik daar ooit aan begonnen? Dan heb je daar spijt van. Met mijn school niet af te maken heb ik spijt. Maar ik heb er ook uit geleerd. En ik ben er ook sterker van geworden. En ja, ik weet niet. Ik vind niet dat je spijt moet hebben van iets in je leven. Je doet dingen altijd voor iets, voor een bepaalde reden, dus ja. X Lena de Klerk vraagt, zie je het nog ooit goed komen met Geert? Er zijn wel veel Geert-vragen. Geert, als je dit ziet, sorry. Mensen willen blijkbaar graag veel weten. Nee, ik zie het niet meer goed komen met Geert. Kort, maar krachtig. Boma's vraagt ook, zal je ooit nog samenkomen met Geert? Weer, nee, ik ga niet meer samenkomen met Geert. Dan vraagt Tisha VH. Dus ik ga eens kijken naar haar profiel, want het heeft wel een mooie profielfoto. Het is wel een heel mooi meisje. Tisha van Howard noemt ze. Dat is het trouwens. Als je haar ook wilt gaan checken. Oei. Dus, anders denken jullie zo. Oei, nu stel ik niet meer scherp. Come back to me. Come on, cameraatje, you can do it. Nee, ik zal u even helpen. Voilà. En zij vraagt, wanneer wordt deze Q&A online geplaatst? Ik zit er echt op te wachten. Ja, ik weet het. Ik heb het wel 2 à 3 weken laten aanslepen. Maar die komt dus online. Vandaag, hè. Vandaag is vrijdag. Ik film dit op woensdag. Is het woensdag vandaag? Dinsdag? Woensdag? Die komt vrijdag online. Oké. Ik denk dat het dat is, hè. Ja, dat zijn al de vragen. Ik zag ook nog een vraag voorbij komen hoe het nu met mij gaat. Dus dat zal ik ook nog even beantwoorden. Het gaat eigenlijk heel goed met mij. Het is natuurlijk even rough geweest en niet zo tof geweest. Maar ja, het gaat goed. Ik ben echt wel heel goed opgevangen door mijn familie, mijn ouders, mijn zus, Freya. En vooral Nick en Céline. Ja, die hebben echt... Ja, er zijn geen woorden voor. Ik heb echt de beste vrienden gewoon. Dat is echt heel leuk. Ze hebben mij... Ik mocht daar gaan slapen. Ik mocht daar gaan eten. Ik ging naar tv kijken. Die keken samen met mij Game of Thrones. Dat ik dat anders alleen moest kijken en zo. Dus... Ja, ik mag echt in mijn 2 polletjes wrijven of kussen. Voor zo'n vrienden. Dus dat is echt wel heel fijn. En ook in Frankrijk en zo. Ja, normaal gingen we met 4 zijn. Maar we zijn dan met 3 gegaan en ik had er eerst een beetje schrik voor. Allee, niet dat ik dacht van dat Céline en Nick mij zouden negeren en dingen met een 2 zouden doen. Maar toch, je gaat zoals derde wiel mee eigenlijk. Maar het was eigenlijk heel fijn geweest en ik heb echt heel veel aan hun. Dus ja,
ik ben echt heel blij met hun. Dat is echt fijn. En ze hebben mij er wel echt bovenop geholpen. En ik geniet wel van dingen zoals zo'n weekendje weggaan. Bijvoorbeeld met Freya ben ik naar Amsterdam geweest. Met Celine ben ik naar Amsterdam geweest. En dan het weekend ga ik eens op stap met vriendinnen zoals met Freya en zo. Dus dat is wel fijn. En dat zijn wel dingen waardoor ik me echt wel beter voel. En ik weet ook wel dat het voor het... Dat het beter is gewoon zo dat Geert en ik niet voor elkaar bestemd waren. Want anders waren we nu nog samen. Ik denk ook dat ik andere dingen wil in het leven als Geert wil. En ik denk niet dat er echt een toekomst voor ons was weggelegd. Wat natuurlijk heel spijtig is. Want Geert was een goede, is een goede jongen, maar gewoon niet voor mij. Het is niet mijn... Het was niet, we waren niet goed voor elkaar. Dus ja, maar die zal sowieso zeker iemand anders gelukkig maken. Hoop ik. Dat zal wel. En iemand anders zal mij ook heel gelukkig maken. Daar ben ik ook heel zeker van. Amai, dat was diep, hè. Ja, het was moeilijk. Ik wil ook nog even zeggen... Op de video van de break-up kwamen ook heel veel vragen en heel veel speculaties. Speculaties? Speculaas. Zeg je dat zo, speculaties? Klinkt dat zo speculaas? Ja, alleszins heel veel mensen die hun eigen verhaal hadden gemaakt. Dat ik Geert heb bedrogen, dat Geert mij heeft bedrogen. Dat Geert mij zou geslagen hebben. En zo van die toestanden allemaal. Maar daar is allemaal niks van aan. Er is niks zo radicaal erg gebeurd. Ik wil daar ook niet dieper op ingaan. Wat dat de fouten zijn die ik heb gemaakt of zo. Of wat dat Geert fout heeft gedaan. Want ik vind dat dat privé is. Voor ons beiden. Maar maak alsjeblieft nu je eigen verhaal ervan. Allee, mensen die mij kennen weten wat er is en zo. Maar laat ons het er gewoon op houden dat het niet meer ging. Dat Geert en ik gewoon echt niet voor elkaar gemaakt zijn. En ja, dat we wel eens ruzie hadden en zo. Dus, maar alles gebeurt voor een reden. Oké. Okay. Je ziet mijn onderbroek. Great. Dit was het, hè. Dit was het voor de Q&A. Amai, dit duurt kei lang. Ik hoop dat ik dan één stuk ga kunnen laten, anders zullen het twee delen worden. Maar ja, hopelijk vonden jullie het een beetje leuk, deze Q&A. Hopelijk zijn jullie hier wat meer te weten gekomen weer over mij. En zijn de curieuze neus op mosterdpotjes een beetje zo, hun nieuwsgierigheid een beetje ingelost over wat dat ik ga doen en wat Geert en ik gaan doen en zo van die dingen. Trouwens, nog een vraag. Sorry, helemaal vergeten. Die zag ik ook heel veel voorbij komen. Wie houdt de katjes? Ik hou de katjes. Ik hou Milky en Muffin allebei. Milky was sowieso al van mij. Muffin ben ik ook gaan halen toen in dat broodvakkerij gedoe. Wij gaan redden. En Geert ziet Muffin heel graag. Heel graag. En Milky ook natuurlijk. Maar ik denk ook dat ik meer tijd daarvoor heb. Ik ben meer thuis. Ik werk thuis. Dus ik denk dat het een logische beslissing is van ons twee dat ik de katjes hou. En daarbij is deze vraag ook opgelost. En ik zie jullie volgende keer weer. Dag iedereen. En I love you all.